Winst in de vorm van omzet is niet de enige pijler onder een gezonde bedrijfsvoering. Dat weet dit ICT-bedrijf uit Amersfoort maar al te goed. Maatschappelijk betrokken ondernemen levert ook winst op, maar is bovenal leuk en inspirerend om te doen. Visma Nederland is een belangrijke speler op de Europese business softwaremarkt. Het bedrijf automatiseert, integreert en outsourced bedrijfsprocessen. Wij zijn in een unieke situatie dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. En hoe doen we dat? Ten eerste door onze eigen oplossingen natuurlijk intern te gebruiken. En dat betekent dat we daardoor minder papier gebruiken, minder elektriciteit gebruiken. We geven de mensen de mogelijkheid thuis te werken, medewerkers. En daarnaast, en dat is het mooie daarvan, kunnen wij onze oplossingen ook aanbieden aan onze klanten. Dat een groot gedeelte van onze klanten zit in de zorgsector. En iedereen weet dat in de zorgsector dat daar een gebrek is aan handjes. En wij vonden ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat wij daar ook een bijdrage moesten leveren om bejaarden of kinderen met gedragsstoornissen ook een leuke dag te bezorgen. Welkom bij de Club van Betrokken Ondernemers in Amersfoort. En nou, in de hoop dat we nog vele mooie projecten samen mogen doen. Welkom. Ja, dankjewel. Samen met intermediair Matchpoint zoekt Visma naar projecten die zij kan ondersteunen. Zo zet het bedrijf zich regelmatig in voor gehandicapten via Amerpoort. Visma is bij ons gekomen om 1 van de 1000 dromen waar te maken. En vanuit dat oogpunt hebben ze gekozen om met een cliënt die als droom had naar het Dolfinarium te gaan, om daar voor te kiezen. Dat betekent dat ze met 10 kinderen van onze logeerhuizen naar het Dolfinarium zijn gegaan. Daar 1 op 1, en dat is voor onze cliënten heel bijzonder, want normaal gaan ze met een hele groep en dan met 2 begeleiders en 10 kinderen. Dat is natuurlijk niet optimale aandacht. Nu krijgen ze oprechte belangstelling, aandacht. En de hele dag konden ze kiezen wat ze zelf wilden doen en de begeleider van Visma ging daarin mee. En dat maakt het project zo bijzonder. Marielle werkt sinds 1999 bij Visma en gaat regelmatig mee op pad. In mijn functie als projectleider heb ik met heel veel verschillende mensen te maken, maar dat is altijd in een zakelijke setting. En als je met mensen van de Amerpoort of mensen uit een bejaardentehuis op pad gaat, dan is dat menselijke stukje ook weer aanwezig. Alleen in een hele andere setting natuurlijk. En je gaat ergens naartoe, je hebt plezier met elkaar en dat is ook heel prettig om te doen. When the wind is blowing in your face.